Hebben we een dingetje? Het is maar een dingetje, ja. Of Fujifilm is de camera's kieskeurig. Ja, heb je wel prioriteiten. Ja. Jij bent zo gewend om jouw hoofd te filmen. Ja, ja, ik denk dat dat het is. Dat je jou continu kiest. Ja, ja. Dat denk ik. Ah, wel smaak. Ja, nou. Ja, beter dat ik het zeg. Ja, doe het toch niet, toch? Nee, precies. Maar goed, hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video waar we het over de videokant van de nieuwe Fujifilm X-H2S gaan hebben. En voor degene die de andere video nog niet gezien hebben, dit is Arie Bom, sportfotograaf. En we dachten, ja, de S staat voor snelheid bij deze camera, of speed, of sport. Ja, sport, hè, bij mij. Sport, snoepje, speelgoed, Sinterklaas, super. Nou, dan ga je wel heel ver. Zeer goed gemutst. Ik heb geen idee, lullen wat. Maar goed, we hadden daarom bedacht van wat is misschien een betere plek om te gaan testen dan de motocross hier in het prachtige Nieuw-Vennep. Yep. En niet alleen omdat het maar 5 minuten van mijn huis rijden is natuurlijk. Het is totaal geen prioriteit dit hele verhaal. Nee, ja, jij kiest heel makkelijk plek. Ja, ik hou er wel van. Maar goed, dat bij elkaar gezegd hebbende. In deze video gaan we het vooral hebben over de fotografiekant, maar even belangrijk om te vermelden. Als je een fotograaf bent en je denkt van ja, maar Ferry, die videokant, dat boeit me echt helemaal niks. Ik kan je nu al vertellen, ik denk dat we hier dingen in gaan vertellen die niet in de fotografievideo echt benoemd worden, maar die zeker ook voor de fotografen zeer interessant zijn. Zeker weten. Dus ik denk dat we maar lekker aan de gang moeten gaan. Ja. Is goed. Toen ik online vroeg van wat zouden jullie graag willen weten van deze camera, zag ik heel snel heel veel reacties van ja, ik vind het een heel leuke camera, maar het is een videocamera, het is veel te veel voor video gericht. En het antwoord is nee, het is absoluut een eerste klas fotocamera, daar ligt de prioriteit. Alleen wat je wel ziet, en dat zie je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld in de Formule 1 sport en in ja, zeg maar de ruimtevaart, heel vaak worden voor de topklasse worden nieuwe technologieën ontwikkeld. En daar heb je uiteindelijk, zeg bijvoorbeeld voor de personenauto's, heb je daar voordeel van. Dat zie je ook in de camera's. Heel veel dingen worden eerst ontwikkeld voor de videobranche. Daar zit de meeste vooruitgang eigenlijk, kan je wel zeggen. En uiteindelijk sijpelen die dingen door in de fotografiekant. Dus daar hebben wij als fotograaf weer heel veel profijt van. Maar nogmaals, het is een fotocamera die heel goed kan filmen. En ja, er zijn veel nieuwe dingen van. Maar laat je daar niet door tegenhouden, want het blijft gewoon een eerste klas snelheidsfotografiecamera. Met name inderdaad voor reportagefotografie, bruiloften, dat soort dingen, sportfotografie, wat we nu aan het doen zijn. Daar is deze camera echt voor gebouwd. En ja, aan de andere kant heeft het per hele grote voordelen gekregen voor video. Wat enorm verbeterd is, is de autofocus tracking. En dit was voor mij een, ja, best wel af en toe een irritatiepunt met de oudere modellen. Die wou bijvoorbeeld, als ze hadden een machine aan het filmen met face detectie. En dan ging je een keer flip, 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 iets heen en weer met zijn autofocus. Een beetje hunten en dat soort dingen. Dat was af en toe best wel heel erg irritant. Ik ben nu met deze camera aan het testen geweest. En hij presteert gewoon heel erg goed. Hij blijft gewoon heel erg goed op de personen zitten. Op het moment dat hij het oog niet meer kan zien, pakt hij het gezicht en anders pakt hij het hele body. En zo schakelt hij het heen en weer en dat is gewoon heel erg fijn, want hij blijft gewoon heel geconcentreerd op de persoon zitten. En dit is absoluut een van de grootste verbeteringen, vind ik persoonlijk, in deze camera op videogebied. En ook eigenlijk ook op fotografiegebied zie je weer dat die prestaties gewoon enorm verbeterd zijn. Kikkeboe! Doet hij het een beetje? Ook dan nog gewoon. Wat ik allemaal voor jullie over heb, echt. Bloedheet vandaag. Uiteraard weten wij weer een van de warmste dagen uit te zoeken om dit te gaan doen.
toegevoegd is het Media Settings menu. En in de oude zat hij eigenlijk ook al een beetje, heet hij alleen anders. En in het menu kan je alle videocodecs selecteren waarin je kan filmen en op welke kwaliteit je wil filmen. Onder andere nieuw toegevoegd is ProRes. H.264 en H.265 kan je nog steeds in filmen, maar je hebt nu ook verschillende ProRes varianten. En dit is vooral voor de mensen met een wat oudere computers heel erg fijn, want ProRes is gewoon een hele fijne codec om mee te editen die niet zo zwaar is voor je computer. Dus ook als je dan in 6,2K gaat filmen of op 4K, dit zorgt ervoor dat je gewoon met je computer nog steeds heel erg makkelijk en lekker de videobestanden kan verwerken. Welke setting het beste voor jou is, is een beetje puzzelen. Ik hou meestal voor de hoogste kwaliteit. Ik heb deze video vooral in 422 ProRes gefilmd, in het logprofiel. En wat je eigenlijk prettig vindt, moet je een beetje mee puzzelen. En dit is wel heel erg fijn dat je nu ook deze keuzes hebt. Wat ook nieuws is in de media settings, is dat je kan kiezen wat je exporteert op welke uitgang. Dus wat kan je doen? Je kan op je ene kaart kan je dus je zwaarste, grootste bestanden doen, de hoogste kwaliteit. En op je andere, op je SD-kaartje, kan je bijvoorbeeld proxybestanden maken. Dus als je dan bijvoorbeeld niet zo zware computer hebt, kan je de proxybestanden gebruiken om op te editen. Vervolgens relinken naar de hoge kwaliteit bestanden om daarmee te exporteren. Ik zag sommige mensen wel online af te praten van ja, zodra je 4K gaat en dat soort dingen. Je hebt hele zware computers nodig en bladibladibla. Nee, als je proxies gebruikt en je moet zeggen, ik werk nu met een standaard MacBook M1 chip. Nou, die ramt alle bestanden er vlekkeloos doorheen. Heb je dat niet, kan je ook gebruik maken om gelijk intern proxy op te nemen. En dan alleen je hoge resolutiebestanden te gebruiken voor de export. Dit is wel heel erg fijn om erin te hebben. Voor degene die met de GFX camera's filmde, of in ieder geval met de GFX 100 camera's filmde, die hadden al de mogelijkheid om ook in RAW te filmen. Of in ieder geval RAW via de HDMI output naar een externe recorder te geven. Deze camera heeft nu ook, zowel ProRes RAW als voor Blackmagic RAW kan je nu via de HDMI output naar een externe recorder doen. En dan kan je dus in RAW filmen met deze camera. Het moet wel eerlijk zeggen, het is nog wel even wachten op de firmware updates voor de externe recorders. En als dat er is, dan kan je dit ook gaan doen. Doe je camera omhoog, camera omhoog. Camera omhoog. Oké. Nieuw toegevoegd is F-Log 2. En het voordeel van is als je in F-Log 2 schiet, is dat je nu 14 stops dynamisch bereik hebt. En het zorgt ervoor dat je ook met tegenlicht en alles heel erg mooi kan filmen. Wel moet je nu op ISO 12050 filmen. Dus dat betekent wel met ja, het weer wat we nu hebben, lekker veel zon, bloedheet, dat je een hele stevige ND-filter erop moet zetten. Dit kost je wel een klein beetje videokwaliteit afhankelijk van welke ND-filters je gebruikt. Ik heb nu een variabele ND-filter erop zitten. Met name met hoge stops, variabele ND-filter is niet al top, dus kan je beter gewoon een vast ND-filter erop zetten. Maar dat je nu gewoon echt een heel ruim dynamisch bereik hebt, in combinatie met de ProRes bestanden die je kan filmen in 422 10-bit, zorgt ervoor dat je eigenlijk vrij makkelijk op je computer ook gewoon hele mooie HDR beelden kan gaan afleveren. En dit vind ik echt wel een heel groot voordeel. Wel zit er nog een beetje ruis in, dus je moet wel in postproductie, als je een log gefilmd hebt, de ruisonderdrukking even aanzetten. Nog even tussendoor belangrijk om te melden met deze review. Wij zijn, ik denk, de eerste die hem ook met de officiële firmware hebben kunnen testen. En dat is gewoon heel erg fijn. Dus alle beelden die je ziet, alles is met dezelfde firmware gemaakt als de camera die jullie ook thuis krijgen. En ja, ik moet zeggen, nieuwe firmware, ik vind hem echt fantastisch. Ik weet niet of het met de oude firmware was, heb ik niet geprobeerd eerlijk gezegd, maar met een nieuwe firmware werkt deze camera gewoon echt fantastisch. We hebben gelijk de hele review samengevoegd. Dus mocht je geen zin meer in de rest hebben, dankjewel voor het kijken. En trouwens, nu we toch zijn, vind je een leuke video? Ik kijk nog steeds. Geef een duimpje omhoog, hier beneden. Heb je vragen, laat die beneden weten. Als je dan toch daar bent, abonneer je gelijk even op mijn kanaal als je dan niet bent. En dan gaan we dus nu snel weer verder. Wat ook nieuw is, is als je de XLR-adapter erop zet, dat je met 4 kanaals audio kan gaan werken. Dus dan kan je de kanalen vanuit de recorder gebruiken, maar ook de interne microfoons van de camera kan je ook nog steeds voor scratch audio gebruiken om geluid mee op te nemen. Dus je kan nu ook 4 kanalen audio opnemen en dat is toch wel erg fijn. Ondanks dat deze camera timecode heeft, ja, voor de echte videonerds om het zo maar te zeggen, is eigenlijk de timecode waardeloos. Omdat
Je kan deze timecode niet met andere devices makkelijk synchroniseren. Het is een leuke feature, het is leuk dat het erop staat, maar zolang je niet de timecode voor je oude jack of een andere jack goed kan exporteren, ja, het kan via de HDMI. Maar heel eerlijk gezegd, ja, als je serieus met video bij je bezig gaat, ja, het zit erop. Er zat ook andere camera's, maar ik vind het nog steeds niet de beste functie. Dus Fujifilm, alsjeblieft, zorg ervoor dat je bijvoorbeeld zoals je met de Blackmagic camera's kan doen, even een timecode in het microfooningangje kan stoppen. En dat hij dan de timecode van de timecode generator overneemt, dat alles gewoon helemaal gelijk staat. Kan je een keer de mode dial opzetten als je zegt van nou draait op keer in? Even wachten. De nieuwe mode dial, of tenminste nieuw is natuurlijk op zich niet, maar dat hij erop zit. Je kan dus naast fotofuncties ook videofuncties inprogrammeren. Dus ik heb nu bijvoorbeeld op C7 mijn normale videoprofiel staan en op C6 mijn slow-mo, dat ik heel snel kan switchen. Ik moet wel zeggen, in het menu het instellen was even een zoekpartijtje om het goed te krijgen. Want je moet namelijk eerst toevoegen in het menu dat hij beschikbaar is voor videofuncties. En daarna kan je er pas videofuncties onder opslaan. Dat vind ik wel een beetje omslachtig en een verbeterpuntje. Maar dat je dit hebt en zo snel kan wisselen is wel gewoon super fijn. Nog een klein verbeterpuntje voor de wishlist. Achter op de knoppen die erop zitten, als je die instelt, staan ze wel ingesteld voor foto als video. Maar er zijn knoppen die ik wel gebruik voor fotografie, maar niet voor videografie. En ik zou eigenlijk heel graag willen zien dat op het moment dat ik in een fotomode zit, ik andere knoppen kan selecteren dan dat ik bijvoorbeeld als ik op een videofunctie zit met de camera. Bij Conculega merken kan ik dat wel. Ik zou ook graag zien dat Fujifilm het ook zou toevoegen dat ik inderdaad bijvoorbeeld voor high speed recording een knop kan toewijzen. En bijvoorbeeld exposure preview, dat ik die knop gewoon kan switchen afhankelijk of het nou in fotografie kant zit of in de videografie kant. Oma Ari! Ja! Ik heb stout gedaan! Wie is dat? Andere lens! Les 1, hè, met objectief op de baan. Ja, ik weet het, dat moet steppen. Tip 3. Wissel geen lens op een motocrossbaan. Wat ook vernieuwd is, en geldt ook voor fotografie trouwens, is de spirit level. Deze is nu 3D, dus hij geeft niet alleen op de horizontale as aan of je rechts zit, maar ook op de verticale as. Een groot en spannend ding is natuurlijk hoe hittebestendig is de camera. We hebben natuurlijk andere camera's gezien die ja, best wel in hogere kwaliteitsopnames onderuit gingen op de hittebeveiliging. Nu heeft Fujifilm ook al gelijk bij introductie een aparte cooling units aangekondigd die je achter de camera kan monteren. Maar ik zou heel eerlijk zeggen, we zijn nu al een dag aan het filmen hier ook in de brandende zon. De camera heeft voor mij tot nu toe nog geen één moment gezegd van hey, hittebeveiliging, ik heb er geen zin meer in. Dus ook gewoon standaard, ik ben zo continu op hoge kwaliteit 4K aan het filmen. Eigenlijk gaat tot nu toe zonder problemen helemaal perfect en dat is gewoon heel erg fijn. De S. En de S staat vooral voor speed, snelheid. En nou, ik zie er misschien heel snel uit. Even... Het is een beetje raar dat je handen erin komt. Nee, dat is het geintje juist. Dat is juist het effect van die camera blijft hangen. Ja, Brian is ook erbij. Dankjewel, hè. Dankjewel. En dan zijn we nu aangekomen bij wat ik persoonlijk misschien wel de grootste vooruitgang vind in deze camera. De IBIS. En ja, je hoort goed. Ik zeg dat de IBIS de grootste vooruitgang is. En dat voor iemand die normaal gesproken IBIS haatte. Maar dat komt omdatgene waarom ik IBIS haatte nu opgelost is. Ik denk niet meer aan tatatata ondermonteer. De IBIS wobbel is weg. Hey! Echt helemaal fantastisch. Waar ik met name aan het irriteerde eigenlijk met onder andere de H1 en de T4 met filmen. Met name als je meer grote lens gebruikt, dat je veel gebruikt als je onder andere gaat vloggen. Want dan heb je je camera gewoon zo los in je hand. En af en toe konden de hoeken best wel gaan wobbelen. Je kreeg dat jello effect. Dat heb je nu niet meer. Dat is gewoon heel erg fijn als je uit de hand aan het filmen bent, aan het vloggen bent, dat je denkt hebt. Aan de andere kant heb je geen gimbal meer nodig. Nee, persoonlijk vind ik nog steeds voor mooie, vloeiende volgshots van iemand, dan blijft de gimbal toch mooier en beter. Maar als je een pen wil maken, als je even een detailshot wil maken, dan heb je echt niet meer per se een statief nodig. En dat is wel echt gewoon super fijn dat dit nu goed opgelost is.
Ga je rekenen dat ik de camera in je hand halen? Hè? Ga dan omhoog. Blijf straks in mijn kant draaien. Kom maar. Wat ook nieuw is, is dat deze camera open gate kan filmen. En dat houdt in dat je eigenlijk met de hele sensor kan filmen. Dus je kan in 3:2 ratio op 60,2K filmen. En online zie ik dat een hoop mensen die dit reviewen niet helemaal goed begrepen waar dit nou handig voor is. En ook in de marketing bij Fujifilm zelf trouwens, die zal ik heel eerlijk zijn. Het geeft je volledig de ruimte, dus ik hoop dat je in pose inderdaad iets meer kan stabiliseren, omdat je dan je buitenste randjes kwijt bent. Maar waar open gate filmen eigenlijk zijn winst heeft, is bij anamorphic lenzen. Als je namelijk met de anamorphic lens neemt en je gaat op een 16x9 of een 17x9 werken en je gaat hem dan disqueezen, dan krijg je echt een heel langgerekt beeld. En als je een wat hoger beeld hebt, dan zorgt ervoor dat je dan gaat disqueezen dat je wel breedte hebt, maar ja, nog wel hoogte, wat het veel meer werkbaar houdt. En dus vooral denk ik voor de mensen die graag met de anamorphic lenzen werken, is gewoon de open gate functie echt een hele goede en welkome toevoeging aan deze camera. Echt niet? Ken je die oude mannetjes van de Muppets? Ja, die ken ik. Wat ook nieuw is, zijn de verschillende kaartsleuven die erin zitten. Naast een SD-kaart zit er nu ook een CF Express 2.0 type B-kaart in. Wat is het voordeel hiervan? Nou, je kan, als je bijvoorbeeld in de burstmode schiet of hoge kwaliteit, heel snel je foto's wegschrijven. En deze kaarten worden ook vooral minder warm dan SD-kaarten. Wat vooral het fijne is van deze kaarten, is dat ze veel meer op een hogere snelheid kunnen blijven wegschrijven. SD-kaarten zal het misschien wel eens gemerkt hebben met importeren van de foto's. Eerst stukje gaat heel snel en zakken ze af en toe wat in qua snelheid. De CF Express kaart type B, die blijven gewoon heel snel constant weg kunnen blijven schrijven. Wat gewoon heel erg fijn is als je veel data moet wegschrijven of inladen. Okay. Helemaal niet voorbereid dit of zo, weet je wel. Ja, dat weten we. Dus daarom doen we net heel spontaan of we deze auto gaan beginnen. Dus Arie, jij wou wat mij wat vragen. Ja, jij hebt mij zoveel vragen. Zelfs ik heb ook een vraag voor jou. Vertel. Wat vond jij ervan op videogebied? Hij heeft mij verrast. Kijk, net als mij ook. Ja, vooral de autofocus is een heel stuk verbeterd. Ja. Hoe die heen en weer gaat en dat soort dingen. Een paar dingen, wat de vorige variant, die wou nog af en toe als een rare hunt hebben. Nou, dat is zo goed als kwijt. En dat vind ik voor videokant fijn. Heel erg belangrijk eigenlijk. Ja. Dus hij heeft me eigenlijk zeker verrast. Ondanks dat, ja, het blijft een fotocamera die goed kan filmen. Ja, daar heb je gelijk. Daar heb je een punt. En ik streek even hem. Lucht uit. Hoort erbij, hè? Ja, we staan hier bij een lekkere sloot, dus dat is eigenlijk. Nee, maar inderdaad, heeft mij verrast. Een paar dingen die ze ingedeeld hebben, is anders dan de andere camera's. Dat is even wennen, laat ik het gewoon zo even zeggen. Dan moest ik af en toe wel even zoeken van hoe zat het en waar zit het en is veranderd. Maar ja, ik vind wel, hij heeft mij inderdaad positief verrast. Dus ik ben heel benieuwd als we straks even wat meer mee kunnen doen dan dit ene dagje. Ja. Hoe je dan... Dus als we de conclusie maken, zijn we allebei verrast vandaag. Absoluut. Kijk, nou, dan is het toch goed of niet? Ja. En om dat bombshell, ja, ik heb lang naar de Top Gear gekeken. Ik kan het zeggen. Ja. Als je een leuke video vond, duimpje omhoog hier beneden. Klik op Arie's gezicht om je te abonneren. Wow. En hier denk ik voor video's die ik eerder gemaakt heb. En dan zie ik je snel terug bij de volgende video. Hoi hoi. Adios.